Maandagmorgen rond 11:45 werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Wilhelminalaan in Hees. Bij aankomst kwamen er grote rookwolken uit de woning en er werd dan ook voor de zekerheid een hoogwerker gealarmeerd. Omdat niet bekend was of er iemand in de woning aanwezig was, heeft de brandweer de voordeur geforceerd om dat te kunnen controleren. Kort daarna hield de politie de bewoonster aan omdat werd vermoed dat zij de brand had aangestoken. De verwarde vrouw is overgedragen aan de zorg van een instelling. De woning liep door de brand forse rook- en waterschade op en is voorlopig onbewoonbaar.